Maandag was het 60 jaar geleden dat de Elfstedentocht van 1954 werd verreden. Van deze tocht zijn onlangs nieuwe filmbeelden opgedoken. Het Fries Filmarchief heeft de beelden gedigitaliseerd en op YouTube geplaatst. Een trailer met beelden van de Elfstedentocht van 1954 draait de hele week in Sliekerfilm in Leeuwarden. De 10e Elfstedentocht vond plaats op 3 februari 1954. De dagen ervoor was het weer zo bar dat het Elfstedenbestuur toerschaatsers afraadde om te starten. Velen gaven gehoor aan deze oproep, maar in de vroege ochtend van 3 februari bleek het windstil en vroor het slechts 7 graden. Ideaal weer voor een aangename tocht. De latere winnaar, Jeen van den Berg, schaatste de tocht in een recordtijd, 7 uur en 35 minuten. De Elfstedentocht van 1954 werd onder andere gefilmd door de Friese smalfilmclub Kleren Kiemen. Hun film ligt al jaren in het Fries Filmarchief. En de digitale versie wordt regelmatig gebruikt voor reportages en documentaires. In het archief van het Koninklijk Fries Paardenstamboek dook onlangs een langere versie van de film op. Secretaris Huying van het Paardenstamboek was een verwoed filmer en actief lid van Kleren Kiemen. De nieuwe film duurt bijna 8 minuten langer dan de reeds bekende film. Nauwelijks extra beelden van de wedstrijd en de finish, maar wel meer beelden van de aankomst van deelnemers op station Leeuwarden en de inschrijving in Hotel de Groene Weide. En van diverse doorkomstplaatsen en stempelposten. De film heeft ook meer oog voor publiek langs de kant.